Een Teken van Leven. Dat heet de nieuwste single van de Frieske band De Kast. De band die al jaren bestaat is de laatste trein hier op de Nederlandstalige tour. En zo'n december kun je Een Teken van Leven alle oren wel een keer op een radio jaren. Ze stinnen bij haar nieuwe hit in alle wichtige hitlisten van het land. En de optredens van toezende meesken als ik achter de reg. Zelfs in Ahoy in Rotterdam gaan ze de sale plat spelen. Oh nacht, ik weet het. Het wordt van mij verwacht. Nacht, ik voel het. Het heeft me in zijn macht. Er is onrust in mijn hart. En onrust in mijn bloed. De twijfel voelt dat bloed. Dat door mijn aderen vloeit. Dat de band zijn hier niet in de belangstelling stiet, is dat voor de bandleden wel even wennen. Er is ook al een fanclub oprichten. En gewoon fans ruizen hier alle optredens aan. Siep van de Ploeg is een liedzanger. En zat dat meestentijd bij liedzongers gaat, een soort famkes binnen slucht op hem. Er zijn een heel stel fans die net niet eens al die lid van de fanclub, maar er zijn heel veel fans die inderdaad mee oplezen achterna reizen. Maar ik vanuit het westen dat ze hierheen komen en vanuit hier dat ze mij naar het westen gaan, want dan spelen dus over heel Nederland. Sinds morgen zien we dan in Spijkenissen, maar ik kan al hier dat een hele club in Spijkenissen daar gaat. Nou, dat is al behoorlijk aan reden. En we spelen meestal tot 4:30 s'nachts. Dus dan zeg ik weer waarom. Ik vind het heel knap. Ik vind het heel leuk dat ze het doen. Nico Oudhuizen is de drummer van de band en maar 22 hier de jongste. Hij had wat meer moeite met de fans. Dat moet je een beetje scheiden houden, want anders dan... ik heb vaak het idee dat ze die leuk vinden omdat ze in de groep... dan staan ze midden in de belangstelling. Dat vinden ze belangrijker dan dat hoe ze eruit ziet of hoe oud het is. Ik denk dat het daarom draait. En dat vind ik wel eens vervelend. Het liefst ook een famke hebben die gewoon helemaal niks met de muziek te maken heeft. De bandleden spelen al een heel skof na elkaar. Eerst onder oren aan. De laatste jaren hieten ze De Kast. Het Engelstalige repertoire is inwisselen van Nederlands. En de sound is commerciëler worden. Maar daar had ik bewust voor kiezen. Als band zijn, mij dat bewijzen denk ik. Om verder te komen, moet je altijd in een liedse zaaltje staan en op een gegeven moment blijft dat deel. Je moet proberen altijd verder te komen, proberen de top te halen. Dan had ik ambities om trots te zetten en betere nummers te schrijven en betere producties te maken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je een beetje het commerciële oogpunt goed in de gaten houdt. Maar voor een soort muzikanten is het vanzelfs een dream. Ook voor Nico. Ik wil graag mijn beroepen van maken en dan moet je gewoon een beetje commercieel metdraaien, anders dan kan je het in Nederland wel vergeten. Ja, ik heb geluk gehad. Ik heb auditie gedaan met 15 andere drummers en ze hebben mij aangenomen. En het was de mooiste dag in mijn leven. Ik had het vroeger niet durven dromen dat het allemaal zou gebeuren. Dat de band uit Friesland komt, beschouwen de jongens als een groot voordeel. Die zitten dan net zo dicht bij Hilversum. De kerst is heel goed scheiden, doordat je uit Friesland wij komt. Hier is het toch veel rustiger en nuchterder. En wij gaan vaak per dagen erheen en dan combineren we tv-optredens met radio-optredens. Dat wordt er vaak door de platenmaatschappij een beetje bier opgebracht, zodat we echt alles in één keer pakken kunnen. Dat we net alle dagen erheen hoeven. Dat de plaat zo'n succes is, had nevens de band ook te krijgen, maar de grote belangstelling in Nederland voor Nederlandstalige muziek. Ja, we hebben ontzettend gedraaid en door alle zenders. Ik Hilversum trein, maar ik Noordzee en dat is gigantisch. Maar ze vinden het, ik heb het gevoel dat ze staan er gewoon iets af van nou, die Friesen die me weg maar zijn kans ja. Want dat doe ik in mijn band uit Limburg en dat vind ze heel leuk dat er uit uithoeken van het land dat er bands bij komen. De reportage van Geke Bos en Pieter Swart nog een hele soort oren. En verleden weekend is de clipopname in de Ljouwerkroeg De Toog. En in Kwartensturum nog wel eens heel een dal uit.